voor een check. Oh, terug in de tijd. Hoor ik vet op de floret. Een petticoat, een grammofoon en een frietje met. Ben ik aan de slag gegaan als beroepsjager. Heb ik meer dan 25 jaar de jacht gehad op vliegbasis Volken. Moest je door de konijnen schieten, zodat ze niet voor de vliegtuigen zou vliegen. Oh man, we gaan door het clubhuis, de Pimpelmees. Elke avond, hè. Elke avond. Ik was er een week, noemen ze me de straaljager. Een jager op vliegbasis Volken, ik weet het goed. Maar ergens in het donker, mijn spullen bij elkaar gezorgd. Ik naar de vliegbasis, hè. Ik loop er rond, ik zie dan een haas zitten. Ik vat mijn geweer, ik laai hem, ik richt, ik schiet, bang! Een stofwolk. En die haas loopt gewoon door. Ja, ik snap er niks van. Ik loop beter, ik naar de rand, zie ik een konijntje zitten. Hetzelfde verhaal, ik vat mijn geweer, ik laai, ik richt, ik schiet, bang! Weer een stofwolk, konijn loopt gewoon door. Ik denk, hoe kan dat toch? Ik kijk eens in mijn patroontas, wat denk je? Zie ik er een deusje tampons van een vrouw zitten. Ik in huis. Ik zeg tegen mijn vrouw wat ik nou vandaag niet meemaak. Ik vertel heel dat verhaal. Nou, sinds vrouw dat verklaart een hele hoop. Ze zegt, ik stof vanmiddag bij bakker Barton in de winkel. Ik laat een scheet. Ik schiet zo een zak krentenbol van de toonbank. Ergens noteren. Mus met een snotneus. Waarschijnlijk vogelgriep. Snapt hem al? Is de vierde avond voor jou? Hé, hey, maar het is me toch een fijn hondje. Ik liet van de week liet ik hem ruiken, een konijnenpotje. Hij duwt weg. Kom je echt nog dan terug? Mijn konijn, hè? Oh, ik denk, nou doe ik iets anders. Ik laat hem eens ruiken aan een verzantenweer. Hij ruikt aan die verzantenweer. Hij duwt weg. Kun je ergens naar dan terug met een verzand? Zo. Van de week stond hij bij ons in de wasmand te ruiken. Stond hij aan zijn vrouw zijn onderbroek. Hij duwt weg. Ergens naar dan kun je terug. Met een muurman. Hey, en zo word ik dan 25 jaar gejaagd op vliegbasis Volkel. En met mijn 25-jarig jubileum kreeg ik een jubileumvlucht aangeboden in een F-16. Ja, dat was apart, mensen. Ik weet het goed. Wij gingen door die startbaan op. Hij maakte een beetje vaart, die piloot. Ik zeg tegen hem, dat had ik net zo gedacht. Hij maakte een wat meer vaart. We zijn net een klein beetje van de grond af. Ik zeg tegen hem, ja, dat had ik net zo gedacht. Hij begint een beetje te stunten en we gekke streken uit te halen. Ik zeg tegen hem, dat had ik nou net zo gedacht. En het hoogtepunt van de jubileumvlucht, dat was een looping. Weet jullie allemaal wat een looping is? Dat gaat met een vliegtuig, hop, over de kop en weer terug. Ik zeg tegen hem, dat had ik niet gedacht. Hey, we zijn geland, hij komt naar mij toe. Hij zegt, Ferry, wat waren dat straks allemaal? Uurs van, dat had ik wel gedacht, dat had ik wel gedacht. En toen op lijst, dat had ik niet gedacht. Geen piloot. Dat ik van de schrik in mijn boksen schijtte. Dat had ik wel gedacht. Maar dat in de nek zou lopen. Dat had ik niet gedacht. Hey, en al 25 jaar had ik voor het genoeg van de gejaagd. En toen zag ik een advertentie in de krant staan. Staatsbosbeheer zoekt ornitholoog. Om een erp in de bossen. Een beetje waar rond te lopen. Vogeltjes te tellen. Mocht niet alles kosten. Ik hoef er niet veel geleerd te hebben. Dan ben ik al vlug bij mij. Hey, en toen heb ik nog helemaal alleen, meer dan een jaar, helemaal alleen in de bossen vogeltjes zitten tellen. En dat is eenzaam, hè. Daar kreeg ik stress van. Dus ik naar een dokter. Ik zeg, dokter, ik weet niet wat het is, maar ik ben er helemaal alleen in de bossen. Ja, zegt de dokter, dat is stress. Hij zegt, met de seks. Ik zie dat ook zo'n verhaal. Ik zit dus helemaal alleen in die bossen. Als ik zin krijg, moet ik eerst nog helemaal naar huis. En voordat ik eindelijk thuis ben, ja, dan is de muziek alweer over. Nou, zit je, daar weet ik wel een oplossing voor. Hij zegt, je hebt ook een jachtgeweer.
Ja, dat klopt. Hij zei, en jullie vrouw die heeft een brommer? Ja, dat klopt. Nou, zie, doe het zo. Je zet smergens die brommer van jullie vrouw startklaar tegen de hoek van het huis. Jij zit er in die bossen. Als je zin krijgt, dan schiet een keer in de lucht. Jullie vrouw hoort, hè? Die vettere brommer is precies op tijd bij jou. Zeg, verraak, dokter. Goeie oplossing. Kom ik van de week weer tegen. Hij zei, very wist. Ja, very good. Hij zei, en met de seks? Ik zei, ja dokter, tot oktober ging het goed. Hij zei, tot oktober? Hoezo tot oktober? Ik zeg, nou dokter, sinds het jachtseizoen is geopend, zit ons vrouw de hele dag op de brommer. Van de zomer ook weer. Ik kwam zo eens aangemouwd. Ik wil wat aan de andere kant van het bed liggen. Ik zei, moet nou eens goed luisteren. Jij ligt al meer dan 25 jaar aan de rechtse kant. Ja, daarom juist. Ik wil wel eens wat anders. Ja, sindsdien laat ik ze wat links liggen. En dat is nou mijn grote probleem. Want sinds onze vrouw aan de kant van het raam ligt, wordt het bij ons in de slaapkamer een kwartier later licht. Hey, en als je maar lang zat en vogels zitten tellen er in die bos, en dan krijgen we nergens een favoriet. De menne is de merel. Och man, de merel. Daar zou ik nou elke week in de Nervische krant wel een stukje over kunnen schrijven. Hier horen wij de hekkenmus. Nicola. Wat een lang bak koffie. De huismus. Weet ik ook niet nog? Ik leer het al 5 dagen hier, leuk. De orgasmus. Helaas, fout. Dat was heel duidelijk de parkietelaar. Ja, die kenden jullie ook nog niet. Oh, terug in de tijd. Met rock'n'rollen leren jek. En zwore check. Oh, terug in de tijd. Hoor het vet op de floret. Een petticoat. Een grammofoon. Yeah, man.